Alertheid gevraagd bij griepverschijnselen. Momenteel is in de regio geconstateerd dat er een toename is van het aantal gevallen van mensen met griepverschijnselen. Keel- en neusuitstrijkjes van zowel opgenomen als van polyklinische patiënten hebben uitgewezen dat het om de welbekende influenza AH1N1 virus gaat. Alhoewel het grootste deel van de patiënten milde tot matige klachten hebben, presenteren een aantal patiënten, waaronder ouderen, mensen met een chronische ziekte, bestaande hart- en longklachten, de zogeheten risicogroepen, zich met ernstigere ziektebeelden. De verschijnselen van griep zijn plotselinge koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, koorts die binnen 12 uur kan oplopen tot 39 graden Celsius of hoger. Deze koorts duurt vaak 3 tot 5 dagen. Klachten als keelpijn en een droge hoest kunnen ook optreden. Volledig herstel hiervan duurt 1 tot 3 weken. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.